Laten we eens kijken naar, want u zit hier samen. U zegt al, ja, dat is toch wel een statement, een richting richting Den Haag. Hoe u dat dan aanpakt? Een voorbeeld: in juni hebben jullie een advies uitgebracht, een SER-advies. Dat is dat orgaan waar vakbond, werkgevers, kroonleden samen zitten over de hervorming van de arbeidmarkt. In dat SER-advies, dat gezamenlijke advies dus van werkgevers en werknemers, zitten fundamentele verbeteringen voor flexwerkers. Dat is belangrijk. Hoe is het jullie gelukt om daar over de eigen schaduw heen te springen? Nou, ik denk eigenlijk een paar dingen. Ten eerste zaten we natuurlijk veel afgelopen jaar om de tafel... om de urgente problemen vanuit de coronacrisis aan te pakken. Dus je, je, je moet met elkaar aan de, uh, problemen die, die heel uh, nijpend zijn samen uh, op, oppakken. Dus je zit veel samen aan tafel. Um, maar die coronacrisis die legde ook eigenlijk een aantal structurele problemen bloot of die problemen die we al lang kenden, die we ook al lang zagen... maar waar we het eerder nog niet goed over eens konden worden... die kwamen onder een vergrootlast te liggen. Noem eens een voorbeeld. Nou, we hebben samen natuurlijk heel veel banen kunnen behouden... door uh, met noodsteunpakketten heel veel bedrijven te stutten... Uh, het afgelopen anderhalf jaar. Ja? Uh, maar heel veel andere mensen, uh, mensen met onzekere contracten... Uh, in uitzendbanen of in oproepcontracten... die stonden van de ene dag op de andere dag op straat zonder werk en inkomen. Maar goed, dan en daarvan je... zei de hele maatschappij... kijk, die rekening kwam toch op de een of andere manier op tafel te liggen... bij de maatschappij, bij de mensen... En daarvan hebben we gezegd: ja, dit nooit meer. Nee. Dit moeten we aanpakken. Goed, dan probeer je samen een compromis te bereiken. En wat ik even wil weten, is ook met het oog op Den Haag, waar deed het pijn en wat doe je dan? Nou, nog even met het oog op, op Den Haag. Ik denk niet dat je één op één kunt vergelijken de akkoorden die de nee. polder sluiten en de formatie. de formatie. is toch echt wel heel een heel stuk complexer. Om maar wat te noemen, hè. ze zijn daar nog bezig al zes maanden, wie met wie. Nou ja, wij zijn gewoon tot elkaar veroordeeld. <laughs> dus ja. dat vraagstuk hoeven wij niet op te lossen. Dus, dus dat even als, als eerste. En ik denk dat de ingrediënten waarom het ons uh, lukt. dat is in de eerste plaats dat je het echt vanuit de inhoud benadert. En het, uh, in de tweede plaats dat je echt ten diepste probeert de ander en het belang van de ander te begrijpen. Ja, maar dat, zijn, dat, tuurlijk, dat zijn de mooie voornemens en die voert u ook uit. Maar ik wil even weten, wanneer dacht u, shit. Dit gaat toch wel heel ver. Hoe ga ik dit aan mijn achterban verkopen? Nou, ik denk dat de kunst vooral is hè, om um, vanuit de inhoud te redeneren. en je achterban natuurlijk heel goed mee te nemen. intensief overleg met ze te hebben. Dat ja. is ook gebeurd. Maar noem eens één Zij... onderdeel van die, van die regeling die jullie getroffen hebben. waarvan u denkt: hmm, dit heeft wel pijn, dit schuurde even. Nou, ik benader het dus helemaal niet zo. Nee, oprecht niet. Ik wilde het zijn niet. Wel zeggen, he? uh, nee, nee ik, 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 ik kijk gewoon echt zo niet uh, naar, naar hoe het gegaan is en wat we gedaan hebben. Er zijn natuurlijk wel hele moeilijke momenten geweest. Ja. Er zijn echt wel momenten geweest. Dat ik dacht, ja, we gaan het gewoon niet oplossen. Nou, dat weet u ook nog wel. Meer rechten voor flexwerkers kan ja, voor werkgevers lastig <laughs> zijn, natuurlijk. Nee, maar als er tegenover staat dat dat vast. Flexer wordt, zeg maar, dat dat flexibeler wordt. Dan vind je volgens mij het midden van, van wat uiteindelijk, en wat ook uiteindelijk goed is. Ja, en dat midden heeft u geprobeerd te vinden in dat akkoord. Toch wat vindt dan de achterban van? Want Mariette Hamer zei daar ook al iets over, ook bij die formatie. Ja, als die oplossingen zo voor de hand liggen en als je probeert een compromis te bereiken samen, dan verlies je misschien profiel voor je achterban. Dan denkt die achterban, hé, hey, wacht even, daarvoor ben ik geen lid geworden van FNV. Nou, kijk, onze achterban is. In eerste instantie natuurlijk heel divers. De achterban van mevrouw Thijssen ook. Onze achterban is ongeveer net zo divers als de hele Tweede Kamer. En toch lukt het ons om samen een lijn uit te stippelen. Waarom? Omdat we heel erg focussen op wat zijn de belangen van onze leden. En je bent in nauw contact en je kijkt, oké, okay, waar, waar zijn de oplossingen nodig? Dan gaat het om zekerheid voor mensen. Het gaat uiteindelijk erom van, oké, okay, hoe kun je een oplossing verzinnen... waarin je de economie, belangrijk ook voor ondernemers, wel wendbaar kunt houden... maar zonder dat het ten koste gaat van zekerheid voor mensen. En hoe kun je de urgente problemen, hè, zoals investeren in publieke maatschappelijke sectoren, keihard nodig? Investeren in duurzame eh, investeringen, hè, dus de klimaatverandering, et cetera, keihard nodig? Hoe kun je die problemen samen aanpakken? Uh, en natuurlijk heb je dan een, een intensief gesprek met de achterban. En zijn er ook altijd mensen die het er niet mee eens zijn, maar situatie... je houdt. Ja, nou, kijk, wij, wij zijn, als je, als je op de inhoud een gesprek gaat voeren, dan pas kom je erachter waar je het wel over eens bent en waar je misschien met een creatieve oplossing een weg kunt inslaan die voor allebei bevredigend is. En je komt er ook achter waar je het niet mee eens bent en waar je de strijd nog zult ja. aangaan. En dat hebben werkgevers en werknemers altijd. En we zijn inderdaad tot elkaar veroordeeld, want uiteindelijk, als we die strijd aangaan, zullen we ook weer aan de onderhandelingstafel toch de resultaten moeten zien okay. te verzilveren. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook, of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.